Niemand zal ontkennen dat COVID-19 niet bestaat. Maar is SARS-CoV-2 de oorzaak en de veroorzaker van het klinische beeld? Dat is de grote hamvraag. En het bijzondere is, het virus SARS-CoV-2 is nooit geïsoleerd volgens de gold standard, Koch postulaten. En die vraag zou een viroloog, een epidemioloog of een wetenschapper echt beantwoord moeten willen zien. Maar dat gebeurt niet en dat is raar. En daar gaan wij het vandaag over hebben. Ja, ik praat vandaag met Patrick Saval, onderzoeksjournalist. En de man achter ZEP-Roeder, een platform waar uh, vragen worden gesteld op uh, zaken die niet in de reguliere media en wetenschap worden belicht. En uh, Patrick, welkom, leuk dat je er bent. Uh, jij hebt de laatste jaren heel veel gedaan. Al ik geloof al 15 jaar ben jij al bezig met virusdossiers. Onder andere ja. ook de correlatie AIDS en HIV. Hè? Ja. Ook twee zaken. Hè? Je hebt, aan de ene kant heb je het virus en aan de andere kant heb je de ziekte. Ja. En daar heb jij ook heel veel onderzoek naar gedaan. Journalistiek onderzoek. Hè? Journalistiek onderzoek. Ja. Uh, en daar ben jij al het een en ander op het spoor gekomen. Wat lijkt op wat we nu ook zien, kun ja. je daar even naar teruggaan naar die situatie. Nou destijds hadden wij dus uh, Zapruder. Dat was een vrij grote website voor complottheorieën. Dus je zit al snel, uh, je kan al heel makkelijk belachelijk worden gemaakt. Maar op een gegeven moment hadden wij het idee, we moeten toch ook eens een keer wat serieus gaan aanpakken. En toen kwamen wij, omdat er in onze, uh, de reaguurders, zoals dat wordt genoemd, er zaten een paar aids patiënten. En die hadden ons al een paar keer verteld dat dat verhaal heel raar is, tussen hiv en aids. Dus daar zijn wij toen uh, op gedoken. Uh, bleek ook een viroloog, in, uh, een biochemicus in onze uh, reage reageerdersgroep te zitten. Dus daar ben ik naar gaan kijken, want voor mij was dat uh, ik had er nog nooit van gehoord. Hiv en aids, dat is zo, uh, was destijds was dat de epidemie. Iedereen zou er zo wat aan doodgaan, eigenlijk een beetje zoals nu. En uh, dat bleek een enorm verhaal achter te zitten. Dus daar zijn we over gaan schrijven. Nou, je weet niet wat je meemaakt dan. Dat gaat binnenkort ook gebeuren met al die mensen die nu durven te twijfelen aan uh, sars-cov-2. Ja. Want uh, ja, ik ben natuurlijk nu de aidsontkenner. Ik ben het gekkie, ik ben uh, de, de denialist. Dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn, uh, dit is een hele, een hele vervelende term, natuurlijk, want dat komt uit de Holocaust. Uh. Ja. Dus ik ben de denialist, je ziet het. Uh, en dus eigenlijk stel je gewoon vragen. Eigenlijk doe je gewoon waar wetenschap voor bedoeld is: ja. uh, vragen stellen. Ja. Uh, legitieme vragen. En het is natuurlijk niet zo dat ik die vragen bedacht heb, dat ik de eerste was die het zag. Er waren heel veel, hele gereputeerde wetenschappers, notabene de ontwerper, de ontwikkelaar van de PCR-test, Kerry Mullis, die, die dat zei. Hiv is niet de oorzaak van AIDS. In ieder geval, ik kan het nergens, zei hij, ik kan het nergens in de literatuur vinden. Ja. Uh, Montagnier, ook een Nobelprijs, de ontdekker ja. van het virus. Uh, die zegt het is, een, uh, het is een onschuldig virus. Dus er zijn hele gereputeerde mensen waren er ja. destijds... die zeiden dat verhaal klopt niet. Ja, even, even voor, de, voor de mensen thuis. Het is even belangrijk, hè. want jij zegt... HIV is niet de veroorzaker van AIDS. Jij hebt dus het virus, hè. Ja. HIV, dat zit in het lichaam... en dat veroorzaakt uiteindelijk problemen... die leiden tot het ziektebeeld AIDS. Ja, nou is... En als we dat dan terugbrengen naar nu... dan hebben we dus SARS-CoV-2, dat is dan het virus. Exact. En dat veroorzaakt... COVID-19. Juist, dus je hebt, en... al, je hebt de, de ziekte kiem ja. en je hebt het klinische beeld. Ja. Nou is dat bij AIDS uh, best bijzonder. Um, AIDS is namelijk niet een ziekte. AIDS is een syndroom, is een verzameling van ziekten. Daar zit bijvoorbeeld ja. longontsteking, tuberculose zitten daarin. Dus dat, dat HIV-virus zou dan een van de twaalf of dertien uh, ziektes gaan veroorzaken. Dat is natuurlijk al raar. Ja. Nou, dat is uh, maar inderdaad. Dus uh, dat was destijds een heel uh, hevig debat. Uh, is HIV wel de oorzaak van aids? Ja. Um, dat is kort gesloten toen door de industrie. Ja. Er was, uh, in 2003 was er eigenlijk de laatste conferentie waar dit openlijk besproken kon worden. Je had Peter Duisburg, hele gereputeerde wetenschapper, had een hele solide theorie waar aids dan wel door kwam: Afrikaanse aids. Want het is ook nog eens zo is dat de mensen in Europa, in Afrika. daar zit ook nog verschil in, de oorzaken. Ja. ja, laten we het niet te technisch nee. maken, maar even de. Dat de, de, was de het, laatste keer. De parallel met wat we nu zien, dat vind ik interessant. Ja. Nou, dus laat ik dit dan heel even afmaken. De laatste keer ja. dat er openlijk over gesproken kon worden... was die conferentie in Durban. Daar heeft de industrie een declaratie laten opstellen. En per decreet, als het ware, gezegd... wij gaan vanaf nu doen alsof... Hij heeft, nou, dat voorspel ik gaat ook uh, hiermee gebeuren. Parallel is, dit zie je eigenlijk... Uh, nu weer opnieuw gebeuren. Het zijn zelfs dezelfde mensen. Bijvoorbeeld die Fauci. Ja. Het zijn ook zelfs dezelfde technieken. PCR... Dit is eigenlijk begonnen met PCR. Voordat... De testmethode voor het detecteren van het virus in het lichaam. Nou, dat is of de vraag. Hè? Ja, dat is de vraag. <laughs> ja, althans, er wordt dan gesuggereerd dat het ja. aanwezig is. Exact. Hè? Ze noemen daarvoor... je dan ook besmet als ze het vinden. Hè? Ja. ja. Nou, daarvoor had je eigenlijk een ander soort virologie. Voordat Kerry Mullis in, ik denk, 1993 of zo die PCR-test ontdekte, of ontwierp, had je eigenlijk nog de klassieke virologie. Daarna werd het... Wat ik zou willen noemen, ik weet niet of het echt de correcte term is... moleculaire virologie. Ja. Daar is een heel, dat, dat werd ineens heel anders. Er werden een heleboel aannames gedaan die we laatst... die, die zien we regelmatig voorbij komen. Dus dat is, dat is het patroon wat je nu weer ziet. Kerry Mullis zei letterlijk... ze hebben die PCR-test geweaponized om die hiv-industrie op te zetten. Ja. Omdat die PCR-test, uh, ja, dat is een beetje abacadabra... daar gaan we het waarschijnlijk zo ook nog over ja. hebben... Dus dat, dat is de parallel die we nu zien. andere ja. parallel die ik zie is dat, dat ziektebeeld, dat klinische beeld, wat zien wij aan een patiënt? Dat is bij AIDS natuurlijk heel onduidbaar. Ja, en dat heel is breed spectrum heel aan breed symptomen. breed spectrum, ja. ja. En dat is natuurlijk bij COVID-19 ook ja. griepachtig. Heel opmerkelijk. Het lijkt op een longontsteking. Zelfs mensen met, met, met hoorkoorts nou, worden al uh, verdacht. Ja, ja. Nou ben ik daar helemaal geen expert in hoor. Nee. Maar dat is niet waar we het vandaag over gaan hebben. Maar ja. ik zie dus parallellen. Ja. En uh, ik vond vooral uh, die uitspraak, het is trouwens heel moeilijk terug te vinden of hij die, die uitspraak wel of niet gedaan heeft. Dat is, dat is super moeilijk, uh, maar uh, als hij zou leven, zou die denk ik uh, heel luidruchtig zijn. Dat weet ik wel van Kerry Mullis. Dus die uitspraak, he, dat die PCR-test is gewebanized: ja. om iets waarvan heel veel virologen destijds zeiden. Iets dat onschuldig is, tot oorzaak van. en daarop ja. te kapitaliseren. Op ja. verschillende manieren. Uh, politiek die doet natuurlijk machtsgreep. Ja. Uh, de vaccin die doen natuurlijk nou, ja. enzovoort, enzovoort. Ja, ja. ja nu, kijk, nu hebben we het over het impact en hoe het allemaal te gebruiken is voor de goede of de slechte zaak. Maar als we even terug naar de feiten gaan. Hè. Uh, mijn inleiding ging al over het feit dat het, uh, het virus SARS-CoV-2 uh, niet uh, geïsoleerd is volgens de gold standard. Kun jij dat? fenomeen uitleggen aan de mensen thuis, dat ze ja. begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Ja, dus uh, om te beginnen, veel mensen denken dat die virologie heel ingewikkeld is en die durven daar dan zelf geen conclusies of over na te denken. Maar in de basis is klassieke virologie heeft een paar hele eenvoudige technieken. En dat is gewoon de, de gouden standaarden zijn. Dat een daarvan is isolatie van het virus. Hoe weet jij dat dat virus bestaat? Ja. Als dat virus er fysiek is. Dan moet je het fysiek ergens kunnen isoleren. En dat is ja. precies wat het woord zegt. Als jij een zieke patiënt hebt en die is echt ziek, dan moet je uit dat bloed of een ander weefsel of een vocht, moet je dat virus kunnen isoleren. Er zijn technieken voor. En dan moet je er een foto van kunnen maken onder een elektronenmicroscoop. Ja. Dat kan. Uh, dat is niet iets wat nog nooit gebeurd is. Uh, van muizen die hebben een. Sommige muizen die zijn ziek van, het is een beetje een vreemde naam trouwens voor zo'n afgrijzelijke ziekte voor zo'n muis. Friend leukemia virus. De muizen die krijgen leukemie van een virus. Friend leukemia. En daar zijn gewoon op klassieke manier uit die muizen, die hebben heel veel van dat virus. Dat is gewoon geïsoleerd en daar is een foto van gemaakt. Dat is de gouden standaard van het aantonen van een virus. Ja. Nou, ik wil dat niet zeggen dat dat de enige manier is. Het is een beetje als je een planeet ontdekt. Een planeet kan je op verschillende manieren ontdekken. Je kan in je ruimtescheepje kan je daar uh, aankomen, varen, drijven. en je ziet hem met je eigen ogen. Dat is de gouden standaard. Ja. Maar je kan hem natuurlijk ook indirect door zijn zwaartekracht invloeden op andere planeten. of misschien ja. werpt hij wel een schaduw op. Dus, maar de gouden standaard van een virus is dat uit dat weefsel, uh, bloed, zeg maar, fysiek isoleren en zichtbaar maken. Nu is er tot op heden geen nee. sluitend bewijs, geen. Goed wetenschappelijk onderbouwd Be bewijs exact. Hè, dat aantoont dat het virus dit daadwerkelijk dit is nog nooit gebeurd. Dan nou, kan je wel online gaan en ik vond er drie uh, iemand in China, een ploeg, er zijn trouwens 20-30 uh, ja. auteurs tegenwoordig die zo'n ja. onderzoek doen. Vind ik al raar, maar goed, die heeft dat gedaan. En Dat noemen ze dan isolation of SARS-CoV-2. Ja. Ik zag het uit een patiënt in Korea en ik zag het ook in Amerikaanse. Ja. Maar dat zijn geen geldige. Als je daarnaar ja. kijkt, in deze drie gevallen zijn ze alle drie gecultiveerd, hoe zeg je dat, cultured... Ja, opgekweekt. In apes, opgekweekt in apencellen. Ja. dan is het al niet meer geldig. Want zo'n virus moet uit die patiënt komen... niet meer in contact komen met uh, foreign DNA. Dus je kan van deze drie kan je direct zien dat ze niet geldig zijn. Niet ja. zoals uh, klassieke virologie dat uh, stelt. Uh, daarnaast hebben ze niet de klassieke... hele herkenbare foto, elektronenmicroscoopfoto... Ja, nu Koch-postulaten, want ja. het virus is dus niet nee. geïsoleerd volgens de gold standard. Dat is eigenlijk fase 1, zou ik zeggen. Ja. Koch-postulaten is wat anders. Dat is eigenlijk het aantonen dat dit geïsoleerde virus vervolgens in een patiënt, een gezonde patiënt, daadwerkelijk ook ziekte veroorzaakt ja. die je bij patient zero ook had gevonden. Ja. Waarmee je eigenlijk aantoont, kijk, het geeft hetzelfde want Dat is het volgende probleem. Je hebt dan dat virus fysiek aangetoond. Maar hoe weet je dat dat virus de oorzaak is? Ja. Het kan of zelfs dat het, het resultaat zijn. Of dat, of dat het überhaupt iemand ziek maakt. Exact. Nou, je nou, noem jij Koch's postulaten. Is, officieel is dat voor uh, bacteriën. En dat kan je zien omdat ze praten over het culture, pure culture. Dat betekent het opkweken ja. uit een patiënt. Dat kan met een virus niet. Hè. Een virus is een inert, levenloos uh, stukje materiaal. Uh, dus we hebben daar een variant op, RIVERS-postulaten. Ja. Maar die twee uh, stappen. Die moeten worden doorlopen voordat je met redelijke zekerheid kan zeggen dat het virus wat je gezien hebt en gevonden ook daadwerkelijk de oorzaak is van dat klinische beeld. Nou, ook dat is niet gebeurd. Dus het isoleren van dat virus is er fysiek een virus. Dat is één. Is dat virus de oorzaak van deze ziekte? Dat is twee. Dat zijn de gouden standaard. Dat is klassieke virologie. Ik heb op mijn nieuwe website heb ik gewoon wat handboeken van klassieke virologie, want het blijkt. Ik zit, ik zit in een werkgroep met allemaal PhD's en, en dure mensen die er heel veel verstand van hebben. Maar bijvoorbeeld, wat ik je net zei, er, zijn twee, er is eigenlijk een nieuw soort vakgebied ontstaan toen die PCR-methode werd ontdekt. En ik noem dat dan maar moleculaire virologie. En je hebt al die moleculaire analisten die in het ziekenhuis al die, die PCR-methodes tests doen. Die weten, die weten eigenlijk dat eerste gedeelte niet, dat hebben ze nooit geleerd. Dus dat, dat is me al een paar keer opgevallen. Ik heb er echt wel een stuk of zes gesproken nu. Het zijn eigenlijk labspecialisten. Ja, dus die zijn heel. Uh, maar die, 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 dat klassieke deel. dat wordt volledig genegeerd. Dat wordt een beetje afgeraffeld. Al die onderzoeken die je daarover kan vinden. Ja, er is zoveel op aan te merken. Ja. Nou, dat is heel bijzonder. Ja, eigenlijk zou je zeggen: boerenlogica. Iemand beweert iets. Ja. Uh, en uh, ik zou dan zeggen: Nou, uh, laat maar zien dan. Dat, is, dat is precies wat er gezegd werd. Bijvoorbeeld ja. bij werd het al vanaf. Vanaf het begin. In 2000 was die discussie nog heel erg levendig. Ja. Laat het virus dan maar zien. Maar ja. Dan krijg je altijd een antwoord. Destijds was het antwoord, nou, er zijn andere manieren. Nou, dat kan wel. Maar als het fysiek aanwezig is, moet dat toch kunnen? Ja. Ik, heb, ik heb destijds allemaal labs gebeld. Ik heb ook IA-tech van Joep Lange destijds uh, gebeld. Ik heb diergeneeskunde gebeld. Wij hadden drie of vier uh, aids-patiënten. Kunnen wij dat virus gewoon zichtbaar maken? Ik betaal. Niemand wil het. Ja. Nou, dat gebeurt nu weer. Er is nu uit het niets een test gekomen, een genoom, daar gaan we ja. het straks over hebben. Maar dat virus is nog nooit zichtbaar gemaakt en helemaal nog nooit bewezen dat het de oorzaak is. Het kan best zijn dat het wel zo is. Dat is ja. niet wat ik hier zeg. Het ja. virus kan er zijn. En je kan ook nog de oorzaak zeggen. Maar toon het aan. Toon het aan. Maar nou, dat Op is precies... klassieke, solide wetenschappelijke ja. wijze. Dat is de reden waarom ik met jou zit. En het is natuurlijk merkwaardig waarom ik met jou zit. Want jij bent geen viroloog, je bent geen microbioloog of laborant of wat dan ook. Maar je bent een onderzoeker, je bent uh, doortastend en je bent al 15 jaar met dit soort dossiers bezig. En jij ziet nu die parallellen. En ik heb echt geprobeerd mensen om Marion Koopmans en dit soort figuren, Heiman Wertheim, professor microbiologie van, 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 van Utrecht, van de universiteit, te krijgen. Maar ze willen niet. Uh, ze weigeren allemaal met me te praten. En ik krijg ook geen antwoorden op e-mails. Uh, dus wij moeten het gewoon doen met boerenlogica. En wij kunnen hier ook niks anders doen dan vragen stellen. En dat gaan wij doen. En ik heb hier een man ontdekt uh, op internet, Samuel Eckert, een Duitse. Onderzoeksjournalist, ook iemand die gewoon logisch kan nadenken. En die heeft een aantal feiten gewoon in een tijdlijn gezet die zeer opmerkelijk zijn. En dan gaan we jullie eventjes doorheen nemen. En dan mag jij daar ook op reageren. En het eerste feitje is eigenlijk eh, best wel bijzonder. Als we goed kijken, dan zien wij hier dat op 30 december. Is er een melding gemaakt in Wuhan dat er zeven patiënten zouden zijn gevonden in het ziekenhuis die COVID-19 hebben? Of in ieder geval SARS-achtige ja. uh, uh, virusverschijnselen waar men de alarmbel voor heeft uh, laten rinkelen. Ja. En, uh, de, de, zeven de, de, patiënten? Zeven patiënten op ja. een bevolking van 1,4 miljard mensen. Hè? Ja. De, eigenlijk was er niks aan de hand zou je zeggen, maar goed laten we dat even buiten beschouwing houden. En dan wordt er een hele hulptroep uh, commandogroep met virologen daar naartoe gestuurd. Blijkbaar vinden ze het heel ernstig. En twee dagen later, op 1 januari 2020, begint dokter Drosten. Ja, de Jaap van Dissel van Duitsland, van het uh, ja. uh, he, Robert Koch-Instituut, het RIVM van Duitsland, begint met de activiteiten om al een PCR-test te ontwikkelen. Ja. Twee dagen nadat er überhaupt zeven patiënten zijn gevonden die ergens aan lijden. Ja. Met een SARS. Dat is heel snel achter. gegaan. Dus vrij snel begint hij al. Zonder dat hij verdere informatie heeft. En wat blijkt dan, uh, zien wij in deze video, wat Samuel Eckert ook uitlegt, is dat Marion Koopmans ook uh, in het uh, dossier genoemd wordt als een van de betrokkenen bij de ontwikkeling van de PCR-test. En verder zien we deze bevinding. Before public release of virus sequences from cases of COVID-19. We relied on social media reports announcing detection of a SARS-like virus. We thus assumed that a SARS-related cough is involved in the outbreak. We downloaded all complete and partial SARS-related virus sequences available in GenBank. Nou, ze, ze hebben, wat ik hier begrijp, is dat ze uit sociale media begrepen dat er een nieuw klinisch beeld was. Ja. En ze hebben toen uit de databanken hebben ze genomen uh, genetische sequences hebben ze bij elkaar ja. gebracht... Ja, en daar hebben ze dan uh, een nieuwe genoom van gefabriceerd. En Dat is belangrijk om uit te leggen. Trouwens, um, de PCR-test die begint met de, het genoom. En dat normaal gesproken haal je dat genoom uit dat geïsoleerde virus. Dan ga, je dat, ga je dat analyseren? Je gaat kijken welke proteïnen zitten er op zijn oppervlakte, uh, hoe groot is het, wat voor geometrie, wat voor architectuur noemen ze dat heeft het, maar ook die genoom, en die ga je dan sequencen. Dus de echte genoom, waarvan je hebt bewezen dat die mensen ziek maakt, dat genetisch materiaal ga je sequencen. En er komt dan een hele lange informatiestring uit. En deeltjes van die string, die kan je met de, uh, met de PCR vinden. Maar wat ze hier dus gedaan hebben, die genoom die is niet van een ziekmaakend virus gekomen. Die hebben ze, ja dat noem je dan... Gereconstrueerd. In, in silico noem je dat, hè? Ja. Het in vitro, in vitro dat is in het, in het bakje, of in het echt in het silico, is in het computergeheugen, hebben zij een genoom bedacht. Ge ja. gesimuleerd. Nogmaals, het kan de juiste genoom zijn, maar daar is geen enkel bewijs voor. Ja. Hoe weten wij dat dat genoom bij dat virus hoorde, wat ook in die Koch's postulaten, of eigenlijk River's postulaten, die mensen ziek heeft gemaakt? Dat is absoluut totaal belangrijk bewijs, wat er niet is. Nou, dat is belangrijk om te begrijpen. Dus die ja. genoom, dat die PCR-methode die genoom kan vinden, in je neus achter op dat stokje, buiten twijfel. Ja. Buiten twijfel. Maar dat die genoom hoort bij een virus dat mensen ziek maakt, dat is nog nooit ook maar een klein beetje bewezen. Ja. Stel dat wij accepteren die drie isolaties, er zullen er meer zijn, maar ik heb er drie bekeken en ik heb ze trouwens, want het is niet mijn expertise. Inmiddels ben ik er redelijk vaardig in hoor. Ik heb ze laten bekijken door mijn werkgroepje van die, er uh, zitten echte wetenschappers in en die, al die mensen. Die zeggen allemaal dat zijn geen goede, geen goede isolaties. Stel dat dat wel de goede isolaties waren. Dan nog is die laatste stap nooit gedaan: mensen ziek maken nee. met dat ding. En toch is er een genoom. Dus dat is de kern van het verhaal. Want de hele wetenschap, de hele wereld, is er nu van uitgegaan dat die genoom het bewijs is. Maar daarvoor, dat ontbreekt een stuk, daar gaat het om waar we het hier over hebben. Het gaat nog verder. Ik ga nog een stukje laten zien van dit onderzoek van dokter Drosten, de Duitse arts. Die dus bezig is geweest met het bouwen van die PCR-test. En hier staat het volgende. In the present case of COVID-19, virus, isolates or samples for infected patients have so far not become available to the international public health community. We report here on the establishment of validation of a diagnostic workflow for COVID-19 screening and specific confirmation designed in absence of available virus isolates. Er staat het eigenlijk Design. To the 2003 SARS-CoV, dus het 2003 SARS-CoV-virus, and added by the use of synthetic nuclein and acid technology. Dus zuren zijn toegevoegd. RNA, DNA. Er is iets gefabriceerd op ja. basis van SARS-CoV-2003. Ja, je, je kan dit samenvatten: abacadabra. Ja. Uh, dus het is, het is niet eens geheim, hè? Nee, dit is al schandalig dat hier. Dit, dit, dit heeft niks meer met wetenschap te maken. Als je, nee. als je een klein beetje. Uh, maar SARS-CoV-1 geldt hetzelfde voor. Hè? Uh, ook daar zijn geen goede uh, isolaties van. Ja. Er is één paper van, van uh, Ron Fouché, heet hij geloof ik. Fouché ja. was destijds in onze Nederlandse hulp. Uh, die dan zogenaamd Koch's postulaten hebben doorlopen. Nou, dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn Rivers postulaten gaan gebruiken. Dus dat is wel heel vreemd dat je dat paper zo noemt. En dan hebben ze het vervolgens ook niet aangetoond. Wat we vervolgens zou verwachten in, in, in een functionerende wetenschappelijke community... Is dat dat niet door de peer review komt, dat iedereen me weglacht. En als hij dat nog drie keer doet, dat mensen denken: Nou, uh, misschien moet hij een ander baantje gaan zoeken. Maar het tegendeel is waar. Iedereen schrijft zijn naam eronder en iedereen doet alsof het is volledig. Ja, het is, het is zo groot, je kan het bijna niet geloven. Maar wat ik zeg is heel makkelijk te controleren. Ja, nee, we kunnen natuurlijk speculeren over wat hier aan de hand is uh, en hoe dat kan. Maar laten we gewoon even kijken naar de feiten. Wat uh, heel belangrijk is, is dat. Dit onderzoek wat wij hier zien, wat dus uh, eigenlijk al gedaan is door Samuel Eckert. Ik moet hem daar enorm voor bedanken, want deze man heeft uh, leven, een levendeel aan werk gedaan. 21 januari is eigenlijk uh, de, de, de PCR-test. Het staat hier ook gewoon: 21 januari is de PCR-test door Dr. Drosten opgeleverd. En daar staan allerlei handtekeningen onder, ook van Marion Koopmans. En uh, 21 januari was er nog geen. Labresultaat vanuit China. Dat kwam pas drie dagen later, op 24 januari. Maar de PCR-test was er al. En weten wij of dat later nog eens bijgesteld? Of dit, volgens mij zijn dit namelijk wat ze dan opleveren. Ja. Als je zegt een PCR-test ontwikkelen, voor zover ik het begrijp, is dan leveren ze de primers op die je moet zoeken. Dus die, die hele genetische sequence is mega lang. En ze gaan daar een, een paar plekken van controleren waardoor je, als je dat vindt kan zeggen met grote zekerheid, je Dat zijn die primers. Die leveren ze dan op. Ja. En uh, ik heb die sequence gezien. Daar is heel veel ophef over geweest. Omdat een van die sequences blijkt in het menselijk genoom voor te komen. Uh, dat heb ik gevraagd aan uh, Merel, heet ze. Die is hier ook vaak geweest. En Merel Boga ja, ja. en uh, Mario, die, daar zit ik tegenwoordig in contact mee. Merel Boga, die overigens geschorst is, hè? omdat ja, zij een toespraak heeft praten. gehouden. Ze uh, he, uh, heeft de omerta verbroken. De, ja, zij heeft iets gezegd en ook de naam Jaap van Dissel genoemd, en is inmiddels geschorst ja. door haar werkgever. Nou, dus dat, dat gaat nog praten in de wetenschap is kennelijk niet meer toegestaan. Maar goed, nee. ga verder met nou, je verhaal. Nee, maar dit, hier kunnen we straks uh, ja. een mooie verhalen over vertellen. Um, dus uh, een van die sequences zat ook op het menselijk genoom. Maar dat blijkt geen probleem te zijn. Volgens onze PCR-specialisten is het wel onhandig. Uh, maar het is geen probleem, want je matcht niet alleen die sequence, je matcht er een stuk of 7, 8. Ja. Nou, dus dat heeft hij opgeleverd, die drosten. Daar is de hele wereld op gaan vertrouwen. Maar de grote vraag is, waarom, vraagt niemand, hoe die daaraan is gekomen. Zeker niet als je dit leest. Nou, als je dan, als je haast hebt, op basis van 7 mensen vind ik dat heel raar hoor. Maar als ja. je haast hebt, kan ik begrijpen dat je alvast ergens mee begint. Net als we die lockdown nou... Dat is zo onzeker. Laten we met een lockdown beginnen. Misschien kunnen we na drie weken ervan af. In de vaart der volkeren. De de volkeren. Maar inmiddels zijn we zes maanden verder. Zeven maanden, acht maanden zelfs. Zou je toch verwachten dat ze alles tot in de puntjes op orde hebben? Dat ze die, die isolatie hebben? Dat ze postulaten alsnog? Of riverspostulaten ja. hebben doorlopen? Dat, nou, dat is dus nog steeds niet gebeurd. Ja. Maar iedereen blijft daar. Er worden geen vragen gesteld. Nou, je zei net al, Merel werd inderdaad uh, geschorst... Uh, dat valt nog mee, ja. Ik, 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 ik heb medelijden met haar, zeg maar. Ze is nog niet ontslagen. <laughs> maar als jij als gereputeerde wetenschapper hier tegenin zou gaan, dan gaat jouw carrière gaat, gaat niet meer goed. Ja, en daarom zit hier natuurlijk ook niemand uit dat metje. En stellen wij maar de vragen met onze boerenlogica. En we hadden het net over het isoleren. Nou ja, op 24 februari kwam, sorry, januari kwam er dan een bericht uit Wuhan. Dat er uh, het een en ander gevonden was. Daar stond gewoon uh, doodleuk boven boven dat onderzoek een uh, novel coronavirus. En daar werd ook gesproken over isolatie. Uiteindelijk heeft Samuel Eckert ook gevraagd van, nou ja, hoe heb je dat dan gedaan? En dan komt het antwoord. Although our study does not fulfill postulates, our provide evidence implicating 2019 NCOV in the Wuhan outbreak. Dus ze zeggen eigenlijk, uh, we hebben het niet. Uh, volgens Koch-postulaten gedaan, of Rivers. Hè. Ja. Niet volgens de methode om echt aan te tonen dat, het ziekte, dat de ziektekiem met virus ook daadwerkelijk het ziektebeeld veroorzaakt. Ja. Maar wij hebben toch gewoon besloten dat dit uh, virus wat we hebben gevonden de oorzaak is. Bij aanname? Ja. Dus het ah, staat er gewoon, hè? Ah, dat, dat is, het staat dat er is gewoon de... dat het geen sluitend bewijs is. Maar je zak je broek toch vanaf? Hier, hier ja. kan je toch helemaal niets mee. Dit heeft toch niets met wetenschap te maken. Dan zou je toch da denken dat dokter Drosten zegt: van ja, jongens, maar ik heb nu een PCR-test. in, hè, Die heb ik snel gemaakt, maar kom eventjes met iets goeds dat ik ja, echt. Je zou denken dat de hele wetenschappelijke community eroverheen valt. Dit moet je eens in de fysica proberen of in de chemie. Ja. In de, dit, is, dit is onbegrijpelijk. Maar goed, dat, heb ik dus, dat zag ik bij dat HIV-eet ook gebeuren. En nu zie je het weer gebeuren. En uh, er zijn verschillende redenen voor aan te wijzen, maar dan moeten we gaan speculeren. Maar een van de. Wat ik al gezien had, hè, dat zei ik net, is. Uh, die vakgebieden, die opleidingen zijn zo gespecialiseerd geworden. dat ze eigenlijk niet meer het overzicht hebben. Dat zag je met die moleculair. Uh, analisten, zie je dat vooral. Maar hier zou. Uh, ja, weet je, maar hier zijn rechtszaken over geweest. Hè? Nog niet over uh, SARS-CoV-2, maar over HIV bijvoorbeeld. Ja. Dat op zich is natuurlijk al. te raar voor woorden. dat het virus dus kennelijk zo moeilijk te, te vinden is. dat je een rechtszaak moet beginnen. Steven Lanka, dat is een arts. die heeft ja. een rechtszaak begonnen. Toon mij aan dat HIF. En dan moet de rechter, die geen inhoudelijk uh, expert is, ja, geen verstand van heeft. Die, ja. moet, allemaal, die moet allemaal experts gaan oproepen en dan moet ja. hij iets gaan beslissen. Terwijl, als je daar dat documentje laat zien en je zegt, ja, klassieke virologie, dit en dat hebben we gedaan, is er niet eens die vraag meer. Dus dat alleen al, het feit dat je naar de rechter moet, hij heeft voor gelijk gekregen. Voor HIV niet, dat was denk ik de rechter te, te heet onder zijn voet. Hoe zeg je dat? De ja. politiek. Uh, maar dit. Iedereen die hier zit te kijken nu, die moet hier verbaasd over zijn. Nou, de, de, de hele wereld wordt gegijzeld. Door Hè? iets wat. Er zijn er niet lockdowns, is... ah, we ja. lopen met mondkappen rond, uh, kinderen kunnen niet meer naar school, er zijn de meest draconische maatregelen genomen. Ja. Op basis van een vermeend virus dat nooit in zijn bestaan en ook niet in zijn acties zijn klinische uh, consequentie he, bewezen effectief is. Nou, het is dus nooit direct aangewezen, uh, gevonden, de ja. gouden standaard. Kan best zijn dat het wel bestaat. Ja. Kan ook zijn dat het besmettelijk is. Is niet wat wij zeggen. Ja. Het kan ook nog zo zijn dat een opstapeling van indirect bewijs ja. voldoende is, maar dat is niet te vinden. Op zijn minst zou je kunnen verwachten van uh, de wetenschappelijke community in dit geval uh, Drosten, Marion, Koopmans, ja. leg het ons uit. Ja. Maak er desnoods een verhaaltje in het NRC van. Dat weet ja. ik veel, maar iets dat wij kunnen controleren. Leg ja. ons uit. Nou, dat gebeurt ook niet. Nee. Sterker nog, ik had een twitter fitty met Marion. Heel even. Ik stelde deze vraag, uh, is onze PCR-test gevalideerd? Want als je dat virus niet hebt, hoe kan je überhaupt die test valideren? Toen stuurde ze haar paper. Nou, het zal heel arrogant klinken, maar iedereen kan het voor zichzelf controleren. Dat is zo'n verschrikkelijk slechte paper. Kunnen we die paper met een link onderin ja, deze zeker. video zetten? Als nou, je, je daar kijkt. Ja. Als je daarnaar kijkt, dat gaat nergens over. Dat had nooit door de peer review heen moeten gaan. Even kort door de bocht. Misschien kan ik het begrijpelijk vertellen. Ja. Ik vroeg aan Marion. Is onze PCR-test gevalideerd? Weten wij zeker dat die virus kan aantonen? Dat kan die test namelijk niet. Dus ik was heel benieuwd. Marion die replied met een tweet um, en met daarin een paper van haar. Wat ze gedaan had, is zij heeft die PCR-tests, 13, met twee bakjes gevalideerd. In het ene bakje zat virusisolaat, wordt gezegd. In het andere zaten verschillende mix van RNA. Ja. En uh, die, dat, dat virusbakje, daar zou die test dan moeten aanslaan. En daar meet ze dan de sensitiviteit mee, de gevoeligheid in ja. het andere bakje. En meet ze de specificiteit. Hij zou dan alleen op het ene virus niet op al die andere moeten reageren. Prima. Dus dat testje is, die test is nu gevalideerd op die bakjes. Maar wat zat er in die bakjes? Dat staat nergens weer gespecificeerd. Geen voetnoten, geen, sterker nog, dat is met de post gekomen. Weet jij wel wat erin heeft gezeten? Dus nu is die, die validatie alleen maar verplaatst naar die bakjes. Ja. Begrijp je? Ik, ik probeer het wat eenvoudiger uit te leggen, misschien niet zo simpel. Ja, maar stel dat er echt virusisolaat in zat, dan praat je over een virus dat nooit op de goldstand staat. Dus eigenlijk een niet-valide virus. Wordt dus daar is in het paper helemaal niets gevalideerd, anders dan dat hij twee magische bakjes heeft herkend. Begrijp je wat ik bedoel? Is, is het gewoon in het land dat... der blinden is één oog koning? Ik weet het Want niet. Want maar... niemand heeft hier verstand van, behalve deze mensen... En deze mensen kunnen natuurlijk heel veel vertellen. Te maar dat is, dus een, dat is dus eigenlijk een denkfout. Want dit zijn hele eenvoudige, dit is gewoon logiek. In mijn vakgebied moet ik heel veel tests ontwerpen. Ja. Test-driven development. Je begint zelfs met de tests en dan ga je coderen. Ja. Uh, dus dus had er zaten nog veel meer ontwerpfouten in haar testlogica. Dit is gewoon die paper, dat, was, dat is super slordig. Maar die mevrouw die vertelt ons wel wat er allemaal aan de hand is in de wereld ja. met dat virus. En krijgt daar kennelijk geen feedback of kritiek op? Nou, ik denk dat het niet kan. Want dan zie je aan Merel, dat is nog bescheiden wat er gebeurt. Maar als je verhalen over Hiv, over Peter Duisburg en de mensen die daar tegenin gingen... Ja. Hij was een, super veelbelovend. Hij was een van de meest uh, briljante wetenschappers. Maar ja, goed, de paper van Marjan Koopmans is niet bekritiseerd, zeg jij. Dat is gewoon voor zoete koek aangenomen. Ja, dat sterker nog, ik was, ik was eergisteren in uh, discussie met een uh, postdoc-onderzoeker uh, van het radboud. Ja, die, weten, geen flauw idee, die vertrouwen daar ook op. Die beginnen flauw idee waar ze over praten. Ja, die Terwijl... nemen aan dat die vrouw gewoon weet wat ze doet. Ja. Ja. ja, en als je dan over die genoom begint, ja, maar die is gesequenced en die zijn, uh, er zijn er zoveel variaties, er zijn er dertig. 30... Dat zal best wel. Maar waar komt die vandaan? Is die uit het echte virus gehaald? Nou, dat, hebben ze geen, dat weten ze niet. Nee. Dat is echt bizar. Wat wij vragen, zijn valide vragen. Ja. De, maar wij worden, wij worden beantwoord met ridiculisering en, en gekkies. In mijn geval is het makkelijk. Ik vind het er helemaal niet erg hoor. Ik ben de aidsontkenner. Ik ben ja. een gek aluminiumhoedje. Ik vind het niet erg. Maar het zijn valide vragen. En wetenschap zou los moeten staan van personen. Ja. Wetenschappelijke methode is zo gemaakt dat we niet hoeven te vertrouwen... Maar dat we kunnen controleren. Dus het is super onwetenschappelijk. Ook nog de reactie die, die, die wij over ons heen krijgen met die vragen. Super ja. onwetenschappelijk. Ik ga nog eventjes door met de video van Samuel Eckert. Want hij heeft aangetoond dat die drie uh, rapporten die er zijn... Hè, over uh, virusisolatie in den beginnen... Zijn dat die drie die, het, het die jij gelezen hebt? Ja, ja. Ja, dat die alle drie... Dit was dus de eerste hè, van, van in, jan, in januari, 24 januari. Maar dat de andere uh, onderzoeken... Die ook uit Korea komen. Um, dat zijn er twee. Deze herken ik. Ja. Als ik heel even mag van jou. Ja. Er zijn nu mensen, er is natuurlijk online ook heel veel uh, dat het wel een goede isolatie is, dat het niet een goede. Je kan heel makkelijk herkennen dat dit geen goede isolatie is, omdat het is gekweekt in vero-cellen. Dit is in apencellen gekweekt. En dan is er dus foreign DNA, uh, all bats are off. Dus alle ja. drie kan je meteen al in de abstract zien, geen goede. Ja. Maar sorry, ga nee, Ik heb ze allebei doorgelezen en dit is dan de, de derde. Maar de tweede heeft dezelfde strekking qua antwoord. Maar dit is de derde van de zes meisjes een antwoord. En dan staat als antwoord... We could not estimate the degree of purification... because we do not purify and concentrate the virus cultured in cells. Nee, dus ze hebben een waarschijnlijke een een foto gemaakt... Ja. waar allemaal debris op te zien is, waar niet alleen het virus... en normaal gesproken een goede elektro elektronenmicroscoopfoto... Ja. Is heel congruent, heel homogeen, omdat er alleen maar virusdeeltjes in staan. Ja, Het is geïsoleerd. Juist. En gepurificeerd, het ja. is gefilterd. Hoe ja. je er ook aankomt, het is alleen virus. En dit zijn dan uh, rapporten met foto's waar allemaal debris en weefselen. en Ja, dat, dat, is, dat is prutswerk. Ja, dat is gewoon prutswerk. Je ziet eigenlijk al dat het niet gezuiverd is en niet los is van ja. andere substanties. En het is ook nog eens in veroculturen, dat zijn apenierencellen, ja. zoiets, zijn ze gekweekt. Dus. Ander DNA, niet in de patiënt gekweekt enzovoort enzovoort. Dit heeft niets te maken met Rivers postulaten of met klassieke isolatie. Niets. Ja. Kan iedereen controleren? Het is natuurlijk belangrijk om 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 te benoemen. Hè. Ik ben geen COVID-19 denier. Ik zeg niet dat er mensen uh, zouden zijn dat er geen mensen zijn ziek geworden aan een vervelende uh, ziekte. Maar De vraag is natuurlijk is er een hele duidelijke correlatie tussen dat virus SARS-CoV-2? Die vraag moet beantwoord worden. Want anders weten we niet of we A. de juiste PCR-test hebben. En B. ook een vaccin maken voor het probleem wat we voor onze ogen hebben. Nou, weet ik niet zeker of uh, dat ook nodig is. Dat, dat is te inhoudelijk, zeg maar. Uh, ja. Ik kan me voorstellen, die, die antilichaampjes, die lichamelijke respons. Misschien heb je daar niet. Uh... Weet ik niet zeker, maar je zou denken: je zou ja. denken als je een goed vaccin wil maken, dat je toch op zijn minst het virus goed moet kennen. Ja, ik, ik refereer hieraan omdat ik, omdat ik uh, veel uh, materiaal heb gelezen en bekeken van onder andere dokter Wolfgang Wodak ja. en ook dokter Andrew Kaufman. Ja. En die benadrukken dat ook: dat als je een virus uh, wil bestrijden met een vaccin, dat het toch wel belangrijk is dat je ja. weet hoe het virus er in de basis uitziet. Vooral in dit geval zijn oppervlakte, ja. omdat die receptoren uh, ja. aangrijpen op het, op het menselijk lichaam. Ja. Uh, ja, maar dit, je begrijpt hoe dit gaat werken, die, uh, Wodarg en Kaufman. Kaufman heeft trouwens een perfecte debunk van dat paper, van uh, die kochspostulaten van SARS-CoV-1. Ja. je begrijpt hoe dit gaat werken, dat zijn de gekkies. Ja. Want het is natuurlijk altijd zo: onze onderzoeken zijn goed. Onze onderzoekers zijn de beste. Iedereen die tegen wil beweert, dat zijn de gekkies. En dat, zo gaat die hele discussie. Ja. ja, zo komen we niet verder. Nee. Maar, maar eigenlijk is het heel makkelijk, hè? want de discussie hoeft helemaal niet lang te duren. Nee. De vraag is gewoon. Toon aan dat SARS-CoV-2 geïsoleerd, geïsoleerd volgens isolatie. de standaard bestaat. En laat zien dat het ook vervolgens mensen ziek maakt met het klinische beeld van COVID-19. Dat is de enige vraag. Ja. En als dat zo is, dan hebben we ah, die tweede is iets misschien, om, uh, om, heeft, om op te lossen. Die tweede heeft misschien iets meer om handen, want je moet mensen ziek gaan maken. Maar ja. nou is het voor gezonde mensen is het een relatief mild virus. Dus... Ja, maar je kan het ook met niks doen. Eh... Uh, dan wordt het al iets minder zeker, maar goed. Ja. Maar die eerste, die isolatie, laten we daarmee beginnen. Iedereen die dit kijkt, zou gewoon nieuwsgierig moeten zijn. Bestaat dat virus echt? Ja. Laat het zien. Moeten we blijven vragen? Moeten we niet op de mand gaan spelen? We moeten zorgen dat het niet één persoon ons vertegenwoordigt. Want dan gaan ze die persoon uh, niet inhoudelijk gaan ze in discrediet brengen. Wij moeten ja. gewoon met z'n allen vragen: Ben je nou net zo nieuwsgierig als wij? Vraag om dat virus. Ja. Nou, ik, ik ben reuze nieuwsgierig, daarom ik, doe ik dit gesprek met jou. Ik, en ik, uh... Je zegt terecht, we moeten niet op de man spelen. En dat is misschien wel zo overgekomen in de richting van Marion Koopmans. En uh, mijn excuses ja, daarvoor, ja, ja. want ik wil haar zeker niet bashen. Misschien heeft ze dit met alle goede intenties gedaan. En misschien heeft ze ook nog wel hele goede argumenten ervoor. Alleen, kom het al uitleggen. dan uitleggen. Ja, maar ze heeft de kans gehad, een paar keer in mijn Twitter-fitty. Ja. Heel veel mensen keken ernaar. Ja. Kom met een goed verhaal. Ik heb dat paper bekeken, ik heb er een video van gemaakt. Het ging viral. Ik word in een benzinestation, ergens halverwege het land waar ik herkend tegenwoordig. Uh, reden genoeg om met een uitleg te komen. Maar er komt nooit een uitleg. Uh, dit is gewoon een mysterie, een enigma. Ja. Ik, ben heel, ik ben heel nieuwsgierig, maar luister, luister goed. Hè? Als wij dit kraken, als wij dit oplossen, dan hebben we ook het hele HIV-AIDS-verhaal veranderd. Ja, want het is exemplarisch voor wat ja, toen dus ook gebeurde. Alles is. wat er met de PCR nu gebeurt, wat ik je ja. zei, je had vroeger klassieke virologie. En daarna kwam die moleculaire virologie. En dat is, ja. ja, ik weet, ik ga me onsterfelijk belachelijk maken nu dat ik zeg, maar ik vind dat kermiswetenschap. Ja. Ik vind dat kermiswetenschap. Omdat, nou ja, waar we het de hele tijd over hebben. Dus als wij, als wij dit virus, als wij daarom vragen, en dit lukt ons om. Bijvoorbeeld aan te tonen dat, het, dat wij kunnen het nergens kunnen vinden. Dat verhaal moet veranderen. Dan hebben wij dus ook het hele HIV-AIDS verhaal veranderd. Ja, of in ieder geval uh, de vraagstelling ook daar weer geopend... Exact. om het aan te tonen. exact Want, dat ja, want het dossier kan niet gesloten blijven. Want dat is natuurlijk net zo'n raar verhaal. We zijn nu 40 jaar bezig met super gesponsord onderzoek. Er is eigenlijk niks bereikt. Ja. Er is niks bereikt. Ja. Uh, dus eigenlijk moeten we een oproep doen. Ja, laten we dat doen. Is er geen lab... Zijn studenten geneeskunde? Zijn ze niet nieuwsgierig? Is er niemand nou nieuwsgierig? Ja. Eigenlijk moeten wij een. Eigenlijk, ik zei dat tegen, tegen Merel ook: je moet een GoFund mee beginnen. En als je genoeg geld hebt, dan ga je gewoon aan de bel trekken. Want dan heb jij uh, genoeg geld om je. Eigenlijk moeten wij uh, een soort protection fund hebben voor de klokkenluiders. Hè? Ja. Nou ja, jullie hoorden het al, Patrick zei het al, er moet een oproep komen. Dat doen we bij deze dan ook gewoon. Ik ben niet activistisch, maar ik denk dat dit gewoon een zaak is van levensbelang. Want het hele land ligt in een kramp, nou de hele wereld zit in een kramp voor iets waarvan we eigenlijk de vraag moeten stellen: SARS-CoV-2, is het wel aantoonbaar in zijn bestaan? Oké. Okay. En maakt het mensen ook wel daadwerkelijk ziek met het klinische beeld van COVID-19? Dat zijn gewoon valide vragen. Dat zijn geen stellingen, dat zijn vragen. Ben nou, jij, wij wij, een, ja, een, wij een, vragen eigenlijk dus om die klassieke bewijzen. Die klassieke bewijzen, ja. ja. Dus ben jij iemand in het veld die daar verstand van heeft? Microbioloog maakt eigenlijk niet uit, maar in ieder geval iemand die er verstand van heeft en die een bijdrage zou kunnen leveren aan het geven van een antwoord, meld je dan. Dank je wel.